Eerst het verhaal van Angelique. Dinsdag staat ze dus op het Binnenhof om 40.000 handtekeningen te overhandigen. Ze wil dat een medicijn dat zij en 2000 andere MS-patiënten slikken weer vergoed wordt. Sinds wanneer slik jij dat medicijn, Angelique? Sinds 2017. En wat heeft dat voor jou gedaan? De effecten waren eigenlijk heel snel merkbaar. Het lopen ging beter, ik sta steviger. En wat vooral bij mij heel goed werkt, is dat de vermoeidheid. Hè, de allesvernietigende MS-moeheid. Die is nagenoeg weg. Die is nagenoeg weg? Ja. Je hebt energie? Ja, precies. Ja. Ja. Ja, we zijn een tijdje geleden bij jou thuis geweest. Laten we even kijken naar beelden. We zien dan gewoon jou in de keuken, geloof ik. Laten we even kijken. Is dit hoe jouw leven eruit ziet nu je dat medicijn hebt? Ja. Hoe ja. was dat eerst dan? Dan stond ik 's morgens op. En op een slechte dag, dan was ik dan eigenlijk al moe na het douchen. En dan, dan haalde ik de vaatwasser leeg op een dag. En dan, dat was dan mijn bezigheid. En dit lopen wat we nu zien, kon je dat? Ja, ik kon het wel. Maar ik zeg al, nu heb ik iets meer... Ja, dat zul je niet zien als je mij ziet lopen. Denken mensen, nou, die loopt nog steeds slecht. Maar mijn evenwicht is nou beter. En ik kan mijn voeten beter optillen. Ik kon als het ware over een steentje struikelen. Ja, ja. Als ik jou zie lopen, denk ik, nou, dat kost best wel moeite, toch? Wel, dat kost wel kracht. Maar minder moeite dan eerst. Ja, precies. Ja, ja, jij voelt het verschil natuurlijk heel goed. Ja, ja. Ja. Maar het werkt niet voor elke MS-patiënt, hè? Nee, dat klopt. 1 op de 3 heeft daar baat bij. Maar het is heel snel te zien of merkbaar of iemand baat bij heeft of niet. Dus na 2 weken, als er dan nog geen verbetering opgetreden is... Ja, dan kun je zeggen van dat het gewoon niet werkt. En die mensen stoppen er dan ook mee. Maar jij merkte dus binnen 2 weken die verbetering? Binnen een paar dagen. Ja, joh? Ja. Ja. Ja, hoe heet het middel eigenlijk? Vampira. Vampira? Ja. Oh, dat klinkt een beetje vampiers, maar... Ja, dat klopt. Ja, de werkzame stof heet vampridine. En van daaruit is het een afgeleide geworden. Ja, maar als je het zo hoort, dan denk je van... En dat zorgt ervoor dat jouw zenuwconnecties, want daar heeft het allemaal mee te maken, dat die ietsje beter werken gewoon, ja, hè? Het is een kaliumblokkade werkt die op. En daardoor worden de seintjes van de zenuwen beter naar de spieren toe doorgegeven. Ja. Ja, want jij werkt een dag per week. Kun je dat doen dankzij dat middel? Ja, precies. Ja. Zonder dat middel? Nou, dan denk ik dat het wel heel erg lastig wordt. In verband ook met die vermoeidheid. Ik moet toch wel mijn hoofd erbij houden, zeg maar, hè? Ja. Tijdens het werk. En ik denk niet dat het nog gaat gebeuren als het medicijn niet meer kan gebruiken. Ja, want nu gebruik je het nog wel. Hoe kan dat? Want de vergoeding is er al niet meer. Nee, dat klopt. Per 1 april is het uit de vergoeding gehaald. Vorig jaar? Ja. Vorig jaar, 2018. Toen heeft de fabrikant besloten om alle mensen die het op dat moment gebruikten, die aan de studie meededen, om het gratis te verstrekken tot 31 december. Datum is ook alweer voorbij. Ja, hè? Precies. Ja. En, maar ik heb van mensen die het gebruikt hebben, maar niet tegen de bijwerkingen konden, dus er, ja, hebben mee moeten stoppen, die hadden nog voorraad liggen en die heb ik van hun gekregen. Ah. Ja, daar ben ik heel blij mee. Dus je hebt een voorraadje? Nu heb ik nog een voorraadje. Want wat kost het? Het kost €160 in de 4 weken. En dat is niet op te brengen? Niet, het klinkt weinig, hè? Dat je denkt, ja, dan denk je, ach, dat valt doen. Nog mee, hè? Ja, ja. Maar ja, net zoals ik zit in de WAO. Er zijn meer mensen die een uitkering hebben die niet kunnen werken. Ik werk dan nou wel een dag in de week, maar dat is net genoeg om rond te kunnen komen. Daar kan niet een bedrag van €160 per 4 weken bij. Ja. En dat is voor veel mensen geld dat die MS hebben. Nou, denk ik, dit verhaal staat als een huis. Je hebt er baat bij, je kunt een dag in de week werken. Je kost de samenleving misschien minder doordat je werkt. Precies, zeker. Ja. En toch beslist zo'n minister dan van, we gaan het uit het basispakket halen. Hoe kan dat? Nou, de minister Bruins die volgt het advies van de Zorginstituut op. Die menen onderzocht te hebben en... ontdekt te hebben dat fysiotherapie net zo goed werkt en een placebo-middel net zo goed werkt. Placebo, dat wil zeggen, jij haalt het in je hoofd dat het werkt. Precies, ja. Dat is allemaal fantasie, Angelique. Ja, precies. En dat is echt een grove belediging voor alle mensen die er baat bij hebben. Want dat is niet zo. En fysiotherapie, dat is als aanvulling is dat hartstikke goed. Het is zo heel goed om je spieren in beweging te houden. Maar
het is niet een vervanging van Vampira. Want fysiotherapie die zorgt er niet voor dat de kaliumblokkade opgeworpen wordt. Waardoor de seintje beter, het seintje beter doorkomt. Ja, ja. En, dus dat klopt allemaal niet. Ja. En toch, het Zorginstituut blijft bij die mening. Maar daar zitten toch ook mensen, die zijn toch ook niet achterlijk? Die zitten niet zomaar bij zo'n zorginstituut? Nee, dat klopt. Maar de mensen die het rapport opgesteld hebben, die hebben eigenlijk helemaal geen ervaring met MS. Die weten eigenlijk niet precies wat het allemaal is. Er is geen neurowetenschapper bij betrokken geweest. Want neurologen in het ziekenhuis, die zeggen wel. Ja, neurologen zeggen het werkt. Fysiotherapeuten zeggen, dus alle mensen van de zorg die daarmee bij betrokken zijn, die zeggen het werkt. De mensen, de 2000 mensen die er nu baat bij hebben, die dus hebben mogen gebruiken, hè, tijdens de studie, die zeggen dat het werkt. Ja, er wordt niet naar geluisterd. Ja, je hebt sinds 1995 of zo, ja, heb je een diagnose gekregen? Precies, ja. Hoe gaat het ziekteverloop bij jou? Er zijn verschillende vormen van MS. Ik heb de vorm van relapsing remitting. Dat betekent een terugval en dan weer dat het beter gaat. Met pieken en dalen eigenlijk, die vorm. Maar er zijn ook mensen met progressieve MS. Waar geen één middel bij werkt. En dit wel? En dit wel. Ja, ja. Ja. Maar betekent dus, bij jou, is de achteruitgang gaat niet heel snel of zo? Is nee, dat, het gaat geleidelijk aan. Hmm. Ja. Maar ja, goed, het gaat gelijk. Het is zoals je nu ziet en 5 jaar geleden, dat is wel een verschil. Ja? Ja. Wat kon je 5 jaar geleden nog wel en nu niet meer? Toen kon ik wel wat beter lopen. Bij mij zit het echt in mijn rechterbeen. Ja, dat die niet mee wil. Ja. Maar goed, er zijn ook andere symptomen. Hè. Je kunt last van je armen krijgen, van je ogen, cognitie. Nou, die vermoeidheid dan, ja, daar had ik dus ook wel last van. Ja, ik denk dat je gaat ook een beetje raar tegen je lichaam aankijken. Je denkt elke keer, oh, dan nou hebben we weer iets of zo. Nee. Ja, vertrouw je eigen lichaam nog? Ja, nou, ik probeer wel alles per dag te bekijken. Want als je gaat bedenken van wat er zou kunnen gaan gebeuren, ja, dan heb je ook geen leven meer. Ja. Dus ik pak het gewoon per dag en het gaat goed. En niet wat nog zou kunnen gaan gebeuren. Maar toch even over de toekomst gesproken. Hè? Stel dat Vampira buiten de vergoeding blijft. Hoe zie jij dan jouw toekomst? Nou, als ik het niet meer zou kunnen gaan gebruiken, dan ga ik achteruit. Daar wordt ook voor gewaarschuwd, hè? In gerenommeerde onderzoeken die gedaan zijn door neurowetenschappers. Die waarschuwen ook van let op, stop niet. Er is een risico aan, meteen stoppen. Want het risico dat er een heftige terugval veroorzaakt gaat worden door het stoppen, die is heel groot aanwezig. Het stoppen is al gevaarlijk eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, dat kan een grote terugval veroorzaken. Ja. Ja, terwijl het Zorginstituut zegt van, dat is niet waar. Nee, ook dat haal je in je hoofd misschien. Volgens het Zorginstituut. Nou, even het politieke verhaal. Hè? Die Bruins, die minister, die zegt, ja, dat Zorginstituut adviseert mij dat. Ik volg dat gewoon op. Ja. Hoe krijgen jullie daar een breekijzer tussen? Hoe kun je er iets aan doen? Nou, dat proberen we dus met de petitie aan te bieden. Hè? Dat gaan we doen. En ook wel steeds, ja, ik ben niet de enige die actie voert. Hè? Dat is een hele groep mensen die dat doet. Ja, brieven sturen. Hè, zeggen van, zijn er dit ook is politieke partijen die een open oor hebben voor jullie ja, verhaal? Ja, de oppositie wel. Die steunen ons wel. Ja, ja. Maar het is natuurlijk ook wel te gek. Hè? Het is ook wel een beetje dat ze aandragen van dat maatschappij het medicijn. Hè? Zoals als wij alle medicijnen toelaten tot de basiszorgverzekering, dan betaalt de maatschappij dat. Dat is het argument. Dat is het argument, maar wat als het medicijn niet in het basispakket komt, dan wordt het eigenlijk duurder voor de maatschappij. Want dan hebben mensen een rolstoel nodig, aanpassing in de huizen, meer hulp nodig. Misschien zelfs opname in een verzorgingshuis. Dat is de maatschappij, kost dat veel meer geld. Het is gewoon dom om het niet in het basispakket te doen. Precies. Ja. Ja, en hoe klopt. Is het nou om dat beetje energie waar je hebt en waar je, daar moet je slim mee omgaan. Ja. Dat je dat in moet zetten om te vechten voor je eigen medicijn. Ja, dat klopt. Dat is wat ik nu aan het doen ben. Maar dat is het wel waard. Ja, maar ik vroeg, ja. Hoe is dat nou? Dan word je er niet boos van? Je wordt er strijdvaardig van. Ja. Ja. Dus, en met dat die strijdvaardigheid ga je dinsdag naar Den Haag. Precies, ja. Ja. En ja. Met je medestanders. Met mijn medestanders. Dankjewel, ja. Angelique.